Niet alleen ben je je dochter en je kleindochter kwijt, niet alleen krijg je je kleinzoon in huis. maar je komt in een wereld terecht van regels en wetten. die op een hele kille zakelijke manier worden toegepast. En daar heb ik heel veel moeite mee. Het is december 2015, twee weken voor Kerst, als Manon Pieters en haar dochter Fleur worden vermist. Ook Alex L., de vriend van Manon en stiefvader van Fleur, is dan spoorloos. Er blijkt zich iets gruwelijks te hebben afgespeeld. De lichamen van Manon en Fleur worden gevonden in de kruipruimte van hun woning in de Waterwijk. Alex L wordt een dag later aangehouden als verdachte. De dood van Manon en Fleur leidt tot een grote schok. Honderden mensen lopen mee in een stille tocht. Voor Hans-Pieters, de vader van Manon en dus de opa van Fleur, is er tijdens de rechtszaak die volgt één ding dat telt: alles eruit zien te halen voor Luc, zijn dan 19-jarige kleinzoon. Die plotseling zonder moeder en zusje moet verder leven. Luc had, uh, had helemaal niets meer. Echt helemaal niets meer. Uh, zijn moeder was weg, zijn zusje was weg, zijn thuis was weg. Zijn vertrouwen was weg in mensen. Want degene die hem verzorgde en grootbracht, die had dit op zich gewegen, had het, had het, had het uh, Hij had in dat huis ge ge geleefd nog een dag. Terwijl zijn moeder en zijn zusje in de kruipruimte zaten. Hij was doodsbang. Hij zag zijn toekomst helemaal. De nek omgedraaid. De familie zet in op een schadevergoeding voor Luc. zodat het hem wat makkelijker wordt gemaakt om bijvoorbeeld te studeren of op zichzelf te wonen. Bij de uitspraak van de rechtbank in juli 2016 is er een tegenvaller. De straf voor Alex L. is met 30 jaar cel en TBS dan wel hoog. Voor Luc is er weinig. Luc die werd niet gezien als een slachtoffer. Luc was gewoon een nabestaande en alle schadevergoedingen werden afgewezen, inclusief de. Schadevergoeding van de kosten die hij heeft moeten maken voor psychische hulp. Want Luc die zat er zo, zo echt doorheen. En uh, hij moest dus professionele hulp hebben. Maar het was volgens de rechter niet aantoonbaar dat de situatie van Luc door de misdrijven was ontstaan. En dan ben je klaar, dan sta je machteloos. Alex L gaat tegen zijn straf in hoger beroep. Dat betekent voor de nabestaanden dat de zaak zich voortsleept. Alle gruwelijkheden komen nog een keer voorbij. Tegelijkertijd biedt het ook een kans. Een kans om nogmaals voor Luc te pleiten. Er is volledig voorbij gegaan aan het feit dat, dat dat monster met Luc nog een derde slachtoffer heeft gemaakt. Hij heeft niet alleen Manon en Fleur om het leven gebracht, maar ook het leven, de toekomst van Luc, volledig de nek omgedraaid. Ik hoop dat ik met, uh, met mijn verklaring uh, mensen aan het denken zet over uh, hoe ons rechtssysteem in elkaar zit zodat op die manier de, dood, de zinloze dood van Manon en Fleur misschien nog een beetje zin krijgt. Want ik blijf erbij dat slechts naar de dader gekeken wordt. Die wordt met fluwele handschoenen aangepakt. Die krijgt een tweede kans. Slachtoffer niet. Het gerechtshof in Leeuwarden beslist uiteindelijk dat Luc wel recht heeft op een schadevergoeding: een aantal duizenden euro's. Daar moest dus wel een lange strijd voor gevoerd worden, tot irritatie van de nabestaanden en ook op andere momenten lopen ze tegen strikte wetten en regels aan. Nou, ik zal je vertellen dat op 13 december 2015 stond ik met Luc voor de deur van de woning in de Kinselmeerstraat en Luc mocht het huis niet meer in. Luc zei: "Opa, waar moet ik nou naartoe?" Ik zeg: "Bij ons, natuurlijk." En het hondje dan, dat was het enige wat hij nog had. Bij ons, natuurlijk. Dat was vanzelfsprekend, want je laat je kleinzoon niet in de kou staan. En dan verwacht je van de gemeente dat ze enige coulansen in acht nemen, rekening houden met onze situatie. Maar dat doen ze niet, want in januari krijg je meteen een gemeente, aanslag van de gemeentelijke belastingen, dat je een driepersoons huishouden bent geworden, dat je een hond in huis hebt en hondenbelasting moet betalen. Daar ben ik heel erg boos om geweest. Ik heb daarover ook contact gehad met de gemeente, maar regels zijn regels. Een politieagent die de familie bijstaat maakt er werk van op het stadhuis. En de belastingverhoging wordt alsnog kwijtgescholden. Ik voel me een beetje als uh, iemand die de belbus van Kassa belt. En dan weet je gewoon, bij zo'n misstand: dan wordt het in orde gebracht. Voor die ene mevrouw of meneer die geklaagd heeft. Maar die andere duizend waar het mis is gegaan, die grijpen er gewoon naast. En dat is hier ook het geval. Ik heb er geen goed woord voor over.